Hallo, mijn naam is Aida en welkom bij Tekenen in de Bieb. Vandaag gaan wij naar aanleiding van dit boek een schildpad tekenen. Het boek is geschreven door Brian Elstak en het heet Tori. En in dit boek hebben drie kinderen een reuzenschildpad als vader. Ik gebruik een grijs potlood, een gum en kleurtjes naar keuze. Maar je kunt ook stiften gebruiken. Nou, laten we beginnen. Stap 1. We gaan beginnen met het tekenen van een rondje. En het rondje hoeft niet een perfect rondje te zijn. Het mag best een beetje wiebelig. En dan zetten we een streep. Dus een horizontale streep. Zetten we van de ene kant naar de andere kant. En het onderste gedeelte van het rondje gummen we dan uit. Dit wordt dan het schild van de schildpad. Stap 2. Dan gaan we een rondje tekenen naast het schild. Dat is een veel kleiner rondje. En dan tekenen we de nek. Dat zijn twee lijntjes die naar elkaar toe lopen naar het schild toe. Dus dat is stap 2. Stap 3 is we gaan een oog tekenen in het midden van het rondje. En dat mag een open oog zijn, maar kan ook een dicht oog zijn. Misschien is je schildpad wel aan het huilen. Dat kan, want schildpadden die moeten soms huilen om het zout van de zee kwijt te raken. Maar deze schildpad is nu niet aan het huilen. Het is gewoon een blije schildpad. Dus we tekenen ook nog even een mondje. Oké. Nu stap 4. Nou, je schildpad moet ook nog een beetje kunnen lopen. Dus we gaan nu de voetjes eronder tekenen. Vier voetjes. En dan aan de achterkant een staartje. En om die voetjes wat meer detail te geven, geven we er ook wat teentjes aan. Nu stap 5. Nou, we gaan de lijnen die we niet meer nodig hebben, gaan we uitgummen. Dat is deze. En dan geven we de schildpad nog een beetje details. Ze hebben altijd heel veel vlekjes en dingetjes op hun huid, dus dat mag je niet tekenen. Maakt niet uit waar je die neerzet. Ook een paar op de voetjes. Oké, en dan nu de laatste stap, stap 6. Mijn schildpad is nog heeft een beetje een leeg schildje. Dus die ga ik nu versieren. En dat mag met alle kleurtjes die je leuk vindt. En ook gewoon op de manier die je leuk vindt. Dus wil je lijnen zetten, dan zet je lijnen. Wil je rondjes zetten, dan zet je die. Dus ik mag helemaal zelf bepalen hoe je het schild gaat inkleuren. Even hier een soort van slinger. En het schildpad is natuurlijk niet oranje, maar dat maakt helemaal niks uit. Je mag een beetje je fantasie voor gebruiken. Nou, dit is de schildpad geworden. Ik hoop dat je het leuk vond om te tekenen. Dit is een landschildpad. Maar wil je een wat grotere uitdaging, dan heb ik ook nog deze zeeschildpad. Dat is wel een stuk moeilijker. En wil je leren hoe je deze tekent, kom dan een keertje langs in het atelier van de bibliotheek. En dan kan ik het je leren. En informatie daarover kun je vinden op de website van de bibliotheek. Nou, tot snel!